loopt uiteen. Vandaar ook dat je merkt dat de ABOPL-fractie, de laatste fractie althans, is die een voorstel heeft ingediend. Omdat wij ervan uitgingen dat we elkaar begrepen van oké, we gaan een wet indienen vanuit de Nationale Assemblée en dat gaan we dan in de openbare behandeling brengen. De voorzitter van de Nationale Assemblée heeft ook in een brief naar de verschillende fracties gevraagd welke voorstellen ze na de workshop als voorkeur hebben en dat per brief doorsturen naar de voorzitter van de Nationale Assemblée, zodat de juristen van de Nationale Assemblée zouden kunnen werken aan wat de fracties allemaal ondersteunen. Ik heb begrepen dat niet alle fracties hebben gereageerd op die brief, maar de ABOPL-fractie heeft wel een brief gericht en ik denk de NDP-fractie heeft een brief gericht met voorstellen welke zij ondersteunen of achterstaan. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het indienen, omdat uiteindelijk konden de verschillende fracties elkaar niet op één lijn vinden om één wetsvoorstel in te dienen. En de ABOPL-fractie moest uiteindelijk de samenleving, onze standpunt en onze uitgangspunt presenteren aan de samenleving. En deze wetsvoorstel hebben we dan toen ingediend. Ik denk dat ik het in de hoofdlijn heb gehad. Mijn collega Sampi die zal dan inhoudelijk ingaan op wat de ABOPL-fractie aan voorstellen heeft ingediend. Dus wij zijn geen voorstander van die landelijke evenredigheid vanwege het feit dat we als het gaat om volksvertegenwoordiging zien wij niet graag dat, want als uiteindelijk op basis van populariteit, landelijke populariteit aan de zetel komt, denken wij dat het hebben van een affiniteit met een bepaald ontwikkelingsgebied van het land, waarbij zeg maar als we kijken naar de begrotingen, de projecten die worden uitgevoerd en ook het huidige districtenstelsel van districtsbesturen en dat soort dingen, dat het zaak is dat we dat behouden. Want als je wijzigt naar een landelijk stelsel, heb je dat bijvoorbeeld iemand uit Paramaribo naar binnen komt met stemmen uit bijvoorbeeld Sipaliwini, maar die heeft geen affiniteit met de stemmen van de mensen in Sipaliwini, maar gewoon vanwege het feit dat hij populair daar is, is hij binnengekomen met de stemmen van dit district. En dan heb je dat wanneer de problemen van dit gebied zich voordoen, dat die problemen niet de Nationale Assemblée bereiken, of dat je het niet terug hoort in de Nationale Assemblée. Dus die representatie van de samenleving zoals het eruit ziet, zoals we het kennen, ik denk dat we dat zullen missen bij het invoeren van een landelijke evenredigheidsstelsel. Als we kijken naar artikel 9, hebben we daar onze eigen voorstellen. Dat wij bijvoorbeeld Brokopondo. In de andere voorstellen zien we dat Brokopondo maar één zetel toegediend was. Maar wij zeggen dat vanwege de bijdrage die Brokopondo levert aan de economie van ons land, dat we ernaar kijken of allen ernaar werken dat Brokopondo meer zetels krijgt. Dat is 2 zetels. En als we de kiesgerechtigden, aantal kiesgerechtigden zouden gebruiken als argument in deze, dan zou Goroni 0 zetels krijgen. Maar als we ergens een argument kunnen vinden om Goroni toch 1 zetel te geven, dan kunnen we ergens een argument vinden om Brokopondo plus 1 zetel te geven. Wij hebben ook ernaar gekeken dat wij niet gaan voor een landelijke evenredigheidsstelsel, maar dat we gaan voor een zetelverdeling per kiesdistrict. En daar staat de ABOP achter. Als we kijken naar de wijzigingsvoorstellen in de grondwet, is dat wij bijvoorbeeld niet gaan voor een verkiezingsautoriteit voor de verkiezing van 2025. En in de memorie van toelichting is het duidelijk aangegeven dat vanwege de korte tijdsbestek. Dus wij staan wel erachter dat er een
onafhankelijk verkiezingsautoriteit komt. Maar dat na de verkiezingen van 2025, omdat we een kort tijd hebben vanwege de inspanningen die gepleegd moeten worden op weg naar de verkiezingen. We hebben nog rond een jaar en een aantal maanden. En dat gaat niet lukken. Ja, we moeten, wanneer we een product gaan leveren, moeten we een product leveren van goede kwaliteit. En dat we bijvoorbeeld niemand benadeeld wordt. Dus dat is globaal de wijzigingsvoorstellen die wij ingediend hebben. En aanvullen, kijk, wanneer je bijvoorbeeld een voorstel gaat indienen, in deze voorstel om onze kiesregeling te wijzigen of om onze grondwet te wijzigen, moeten we kijken naar het algemeen belang. Wat het algemeen aanvaard is en dat is onze grondslag.